Hallo dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering. En dit is iets heel nieuws. Snap je? Nieuws. Ik ben echt heel erg fan van films. En het maakt niet uit of het actie is, of het horror is, of het animatie is. Het maakt niet uit. Het blijft een film. Het gaat tenslotte om het verhaal. En ik wil gewoon even lekker filmnieuws met jullie delen. Want er zijn heel veel nieuwtjes waar jullie niks van af weten. Dus ben je ook een filmfreak, net als ik, dan zou ik even blijven kijken. Want er zijn een hele hoop leuke nieuwtjes. De Lego Movie. Nou, we hebben het allemaal gezien. Ik heb hem in ieder geval in de bioscoop gezien. En ik heb genoten van deze film. Het was echt ook een succesvolle film. Want hij heeft een hele hoop winst gemaakt. En ja, iedereen hoopt natuurlijk op een deel 2. En die gaat er zeker komen. Maar wat het nieuws is, deel 2 gaat zich 4 jaar later afspelen dan deel 1. De makers willen niet heel veel gaan spoilen. Dus ja, je zal er niet veel van weten. Maar de makers zijn gewoon heel benieuwd wat het jongetje uit deel 1... 4 jaar later zou denken. Dus hij groeit natuurlijk op. Maar hoe zal zijn gevoel zijn voor Lego als hij iets ouder is? Er komen heel veel films uit de aankomende jaren. Eerst krijgen we Ninjago in september 2016. In 2017 komt er een Lego Batman film. Daar kan ik echt niet op wachten eigenlijk. En in mei 2018 komt dus de Lego Movie 2. We houden ons even bij de superhelden. Want de film Batman vs. Superman is een gerucht in de wereld aan het rondcirculeren. Dat er 2 delen komen van deze film. 2 delen? Dus we moeten denken aan Harry Potter. 2 delen. Aan misschien wel de Hunger Games. 2 delen. Het wordt een beetje... Zijn de films tegenwoordig... Is 3 uur niet genoeg? En dan zou de eerste part zou dan heten Enter the Night. En de tweede zou dan heten Dawn of Justice. Dus dat is wel apart. Maar het zou op zich wel logisch zijn. Maar dat moeten we dus even afwachten. Het grootste nieuws van de afgelopen dagen is toch wel de Marvel trailer Ant-Man. We hebben eigenlijk, ja, iedereen moet die film hebben gezien, Ant-Man. Nou ja, niet de film, maar de trailer in ieder geval. En die is al miljoenen keer bekeken op internet. En wat precies het nut is van deze personage, dat moeten we dus nog even afwachten. Maar het wordt wel weer een hele grote, nou grote superheld eigenlijk niet. Hij wordt eigenlijk heel klein. En hij heeft een mier waar hij dus op kan vliegen. Ik had nog wel een beetje mijn twijfels over deze film, maar het is een Marvel film. En daar mogen we eigenlijk geen... Nee, dat kan niet. Een Marvel film moet goed zijn. Dus ja, dit wordt gewoon fantastisch. Laat het weten in de comments wat jij van dit nieuws vond. En of je dit zeker meer wilt volgen op mijn kanaal. Dan wil ik zeker wel meer nieuws gaan doen in de toekomst. Dus vergeet vooral niet een like te geven en te abonneren. En dan zie ik je volgende keer terug. Misschien wel bij een nieuwe filmnieuws eigenlijk. Later.